25 jaar, zo lang al staat dit graffiti-kunstwerk al op de muur in de Berendonk. Maar wie is eigenlijk die kunstenaar? Genaamd Morris, die dit werk maakte. Ik ben gestart met graffiti-spuiten toen ik bij mijn open oma in Amsterdam op bezoek kwam. En daar in de straten rondliep en eigenlijk de eerste tekeningen op de muren tegenkwam. Ik hield altijd al heel erg van tekenen. En uh, toen, die, toen ik die muurschilderingen zag, toen dacht ik, hey, dat is gaaf, letters ontwerpen, dat ga ik ook maar eens doen. En uh, zo heb ik wat uh, spuitbussen uit de schuur gehaald. Eerst natuurlijk tekenen op papier. En toen ben ik uh, s'avonds op pad gegaan om mijn eerste tekening op de muur aan te brengen in uh, tunneltjes. Nou, en dan uh, ga je een stapje verder, steeds een stapje verder. En dan uh, blijf je niet in je eigen wijk, dan ga je ook de andere wijken opzoeken. En dan word je uiteindelijk word je natuurlijk ook een keer opgepakt. En dat is een aantal keer voorgekomen. En ja, dan word je wat ouder en denk je van, ah, misschien moet ik dan toch maar eventjes, uh, even ermee ophouden. Maar ja, het bloedkruid waar het niet gaan kan. En waar houdt Morris zich deze dagen mee bezig? Ja, waar het uh, voorheen startte, dus uh, uh, onder de viaducten en in de tunneltjes, uh, ben ik tegenwoordig, ben ik, uh, als professional ben ik graffiti aan het spuiten. Nou, wat houdt dat in? Ik, uh, ik heb uh, sinds een jaar mijn eigen atelier in Wiegen. En daar organiseer ik workshops voor jeugd, maar ook voor volwassenen. En uh, ja, word ik gevraagd voor workshops uh, bij bedrijven en scholen uh, in het hele land. En uh, maak ik ook veel muurschilderingen en schilderijdoeken. Dus eigenlijk uh, alles wat je maar kunt bedenken rondom een uh, daar ben ik mee bezig. Ja, de laatste jaren uh, merk ik wel dat uh, ik heb, naast mijn graffiti spuiten en mijn workshops die ik organiseer, en mijn opdrachten die ik binnenhaal, heb ik ook nog normaal werk, uh, ander werk. Uh, dat doe ik voor 20 uur per week, maar uh, het wordt steeds lastig om dat goed te combineren. Dus ik heb nu uh, sinds kort besloten om uh, voor een tijd onbetaald verlof uh, uh, aan te vragen. En dat is goedgekeurd. Waardoor ik dus uh, mijn volledige focus uh, kan hebben op het graffiti spuiten en, uh, en toch van mijn hobby uh, uh, mijn beroep te maken.